Hallo allemaal, hier bij het filmpje over hoe je die PowerPoint nu gaat omzetten naar het intro-filmpje dat we hebben gemaakt. Eerst en vooral ga je naar je bestanden moeten gaan en ga je moeten kijken waar je het hebt opgeslagen, normaal gezien met downloads. En dan ga je de PowerPoint gewoon openen. Dan ga je merken dat er maar één slide in zit, dat al die afbeeldingen en al die tekst hier over elkaar staat, dat is volledig normaal en daar ga je ook niets aan hoeven te doen. Het enige wat je gaat moeten veranderen is het woordje lesonderwerp, daar is het de bedoeling dat je zowel je vak zet als het onderwerp van je les. Wanneer je nu merkt dat je te veel tekst hebt, kan je gewoon het tekstvak wat groter gaan maken of gewoon de tekst zelf een beetje kleiner. Let wel op dat je daar niet te veel tekst zet, zodat het wel leesbaar blijft. Wanneer je dat gedaan hebt, ga je gewoon naar bestand hier linksbovenaan. Klik je op opslaan als. Ga je het op de juiste plaats zetten. En kan je hier klikken bij opslaan als op MPEG koppelteken 4 koppelteken video. Dan ga je het eigenlijk opslaan als een filmpje. Dus je klikt gewoon op opslaan. Hier ga je normaal gezien de vooruitgang zien. Gaat niet zo heel lang duren. Ziezo. En wanneer je dan gaat kijken naar je downloads, gaat dat filmpje er gewoon bij staan. En als je daarop dubbelklikt, dan gaat dat filmpje gewoon correct afspelen. Veel succes!